Wat een vertoning. Heb je het gezien? Bij die Renzen. Ja, op tv. Die talkshow. Oh, jongens. Nou, ik bedoel. Ik zat. Stijgende verbazing heet dat. Ja. Komt daar Frits Wester. Nou, die nemen we al een tijdje sinds. Die nemen we die niet meer serieus, natuurlijk. En is ook een beetje op een zijspoor beland. Maar die Frits Wester, ja, die zat vroeger bij het CDA. Weet jullie nog? Ja, die zat daar bij de voorlichting. En die zat in campagneteams. En die is zelfs nog chauffeur geweest van de fractievoorzitter. Die is vanaf jongs af aan helemaal verschrikkelijk CDA. En ja, die dacht bij zichzelf. Ik ga mijn CDA-vriendjes eens even helpen op RTL. En ik ga eens even die BBB helemaal afzeiken. Nou, zeg. En dat laat RTL gewoon allemaal maar begaan. En die Renze ook. Ja hoor, gooi maar even wat bagger over die BBB heen. Nou, dat Frits Wester, alsjeblieft. En toen kwam er een discussie met Jan Slachter. Ja goed, die Jan Slachter, dat is verder natuurlijk ook heel erg veel ego en ik wil graag in beeld. Maar die Jan Slachter zei wel, ik ben heel erg tegen de woke-beweging. Dat ben ik wel behoorlijk met hem eens. Met die Slachter, ja. Want dat woke-gebeuren, vrienden, jullie en ik, ja. Daar zijn wij geen voorstanders van. Maar wat denk je daarbij dat RTL zegt? Er zit daar die Renze. Ook als een ongelofelijke deugdneus. Ja, werkelijk om er gek van te worden. Ook ja, die zat dat hele woke gebeuren te verdedigen. Ja, en ik zit weer te kijken. Ik denk, hallo, wat is dit allemaal zeg? Ja, en maar babbel. Nou, dat viel allemaal wel mee en dit en dat. En toen kwam, ja, toen kwam Floor Bremer. Die kwam eventjes in, even door de bocht. Nou, en die was eigenlijk de allerergste van allemaal, die Floor. Ja, die Floor, die praat ook een beetje zo. Hè? Een beetje. En vreselijk. En die was ook helemaal in de woke. Ja, nee, woke was ook helemaal goed. Ja, woke. Ja, volgens Fleurtje. Ja. En er waren ook allemaal boze, witte, oude mannen. Die hadden gewoon de hele wereld altijd bestuurd. En die komen. Die Floor zeg. Oh, dat RTL. Dat is gewoon een pakhuis. Vol met woke. Oh, en dan binnen de NPO hebben ze er al een heleboel zitten. En nou zitten ze ook allemaal bij RTL. Ai, 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 ai. Nou vrienden, voorlopig maar even wegblijven bij Renze.